Onze nieuwe technisch directeur die heeft eigenlijk helemaal geen introductie nodig. Want hij was jaren trainer van de club. Hij kent ons door en door. En hij weet wat er te doen staat. Namelijk de club technisch en organisatorisch naar een hoger niveau tillen. Tijd voor een nieuwe kennismaking met Klaas Wels. Je kent de club. De club kent jou. Voornamelijk als trainer. Wat voeg je toe als technisch directeur? Nou, wat ik toevoeg als technisch directeur is wat ik ook heb toegevoegd als trainer zijnde. Duidelijke visie, duidelijk beleid, duidelijke structuur. Weten waar ik naartoe wil. Met de groep werken. En die groep was toen een spelersgroep. Dat zal nu ook de spelersgroep zijn. Maar ook de technische staf, de medische staf. Het scoutingsapparaat wat we een nieuw leven willen gaan inblazen. Kortom, de voetbalorganisatie naar een hoger ambitieniveau brengen. Dat is wat ik ga toevoegen. Met mijn bevlogenheid, met mijn enthousiasme. Met het plezier dat ik in mijn werk wil overdragen en uitstralen. En het netwerk wat ik heb binnen de voetballerij na 14 jaar actief te zijn geweest. En waarom grijp je dan die kans? Je bent trainer en je bent een voetbaldier. Technisch directeur is een zeer belangrijke functie binnen een club. Alleen aan de andere kant van het voetbalspectrum, zeg maar, is minder op het veld zelf actief aanwezig zijn. Maar nog meer en verantwoordelijker zijn voor het grotere geheel. En ik denk dat het op dit moment een juiste stap is in mijn carrière, waardoor ik een breder perspectief krijg op het hele voetbalgebeuren. En, je kijkt voornamelijk vooruit, hè? Ik kijk alleen maar vooruit. Het heeft geen zin om terug te kijken. Je wilt door, je wilt naar een hoger niveau toe. Je wilt de club ondersteunen waar je kunt. En ja, het geeft enorm veel vertrouwen dat de club mij op deze belangrijke positie in de voetbalorganisatie heeft neergezet. Waardoor ik uiteindelijk de club ook weer dingen kan gaan teruggeven. En wat we willen is structureel onszelf ontwikkelen en verbeteren. We willen presteren op het veld. Dat is gewoon korte termijn, dat is voetbal. Maar daarnaast willen we een langere traject uit gaan smeren. Waarin we randvoorwaarden, faciliteiten, professionalisme, plezier hoog in ons vaandel hebben staan. En uiteindelijk hoop ik dat de mensen nogmaals de weg naar het Frans Hezenstadion weten te vinden. En daar hele mooie wedstrijden zien van hun club. En uiteindelijk vol trots wekelijks terugkeren.